74.1. 74.1, hè, Frans? In de designzaal van het Van der Valk Hotel in Eindhoven worden de atleten gewogen voor de wedstrijd. Erik van den Heuvel, directeur van het toernooi. Dit is een belangrijk moment, hè, voor de atleten, hè, dit wegen. Ja, zeker. Alle boksers die ingeschreven zijn, die moeten op zijn gewicht zijn. Want iedere bokser die schrijft op een bepaalde gewichtklasse in. En dan wordt gecheckt of dat klopt. Ik sta inmiddels in de wedstrijdzaal waar de wedstrijden later vandaag van start gaan. En hier ook is een van de Brabantse favorieten, Alicia Hoske uit Sint-Oederode. Ja, Alicia, voor jou is het een beetje een thuiswedstrijd, hè? Ja, zeker. Vooral omdat ik dicht bij mijn familie ben hier. En veel thuis, ja, mensen van thuis bij me kan hebben, is wel fijn. Wat verwacht je? Ik hoop op een gouden medaille, anders zou ik hier niet komen natuurlijk. 59.4, dus dat is in de 60 kilo klasse. 59.4. Even over het toernooi. Begint vandaag om 11 uur. Met een groot internationaal deelnemersveld. Ja, we hebben deelnemers uit alle hoeken van de wereld. Europa is bijna van alle landen vertegenwoordigd. En dat is goed om te merken dat het vorig jaar, waar we onze eerste editie hebben gehouden, dat goed bevallen is. Wat zegt dat over dit toernooi, dat dit soort zwaargewichten, letterlijk zwaargewichten, naar Eindhoven komen? Ja, dat zegt ook voor heel veel nationale teams, pak nou Engeland, Ierland, dat zijn hele serieuze bokslanden, dat die Eindhoven in de planning kiezen voor grote mondiale toernooien als EK's, WK's. Vorig jaar hebben we hier landen gehad in voorbereiding naar de Olympische Spelen. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat betekent toch dat je ze... die landen jou serieus jouw toernooi heel serieus nemen. En voordat de jongens gewogen worden, worden ook de boksboekjes gecontroleerd. Daarin staan alle wedstrijden over het afgelopen seizoen. En ook de identiteitsbewijzen worden gecontroleerd. En dat zijn eigenlijk formaliteiten die horen bij zo'n keuring. Toernooiarts Gert Bouten is bezig met de controles van de atleten. De dokter houdt zelf ook wel een beetje van boksen? Jawel, anders dan zou ik het niet doen. En boksen is in feite de nobele aard van boksen. Dat wil zeggen, proberen iemand een stoot toe te brengen zonder er zelf een terug te krijgen. Ja, en dan gaat dat wel eens gepaard met blessures en dat is dan jammer, maar dat is eigenlijk niet de opzet van het boksen. Nee, maar dan is er altijd weer de dokter, hè? Ja. Wanneer is deze toernooidirecteur tevreden? Ja, deze toernooidirecteur is tevreden als alle delegaties terug thuis zijn en met een heel goed en tevreden gevoel terugkijken op het grote bokstoernooi in Eindhoven.